AI's zijn momenteel onwijs trending, maar wat gaan ze ons brengen? Wat kunnen ze vandaag de dag? Wat kunnen ze in de toekomst? En is het interessant om daarin te investeren? In deze video ga ik het over AI's hebben, maar ik heb mezelf niet voorbereid. Ik ga deze video namelijk samen maken met een AI om te testen of AI nou daadwerkelijk al wat is. Of dat het eigenlijk gewoon compleet opgehypte onzin nog is, wat eigenlijk pas in de verre toekomst iets gaat kunnen. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vanaf nu gaan we verder met behulp van een AI. Wat is AI? Deze vraag heb ik een AI gesteld. Om precies te zijn de chat GPD van OpenAI. En wat betekent een AI? AI staat voor Artificial Intelligence, oftewel Kunstmatige Intelligentie. Dit is een verzamelterm voor technologieën en methoden die computers in staat stellen om taakjes uit te voeren. die normaal gesproken alleen door mensen gedaan worden. Zoals het leren, redeneren, beslissen en zelfs creatief denken. AI wordt vaak gebruikt in tal van toepassingen, zoals zelfrijdende auto's, spraakerkenning, beelderkenning, kunstmatige neuronale netwerken en meer. Wat kunnen we met AI doen? Met AI kunnen we verschillende dingen doen, zoals automatiseren van processen. AI kan worden gebruikt om taken te automatiseren die eerder handmatig moesten worden uitgevoerd, zoals het sorteren van e-mails of het invoeren van gegevens in een database. 2. Predictieve analyses. AI kan worden gebruikt om patronen in grote hoeveelheden gegevens te identificeren en voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. Dat kan bijvoorbeeld. Ge dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het voorspellen van klantgedrag of voorraadbeheer. 3. Beeld- en spraakherkenning. AI kan worden gebruikt voor beeld- en spraakherkenning, zoals het herkennen van gezichten in foto's of het transcrippen van gesproken tekst in geschreven tekst. 4. Chatbots. AI kan worden gebruikt voor het creëren van chatbots die klanten kunnen helpen met vragen of problemen. 5. ...atomen, systemen, AI kan worden gebruikt... ...om systemen te maken die zonder menselijke input kunnen functioneren... ...zoals zelfrijdende auto's of drones. Dan wil ik zo gaan vragen wat AI's in de toekomst kunnen gaan doen... ...en wat de voor- en nadelen ervan zijn... ...en of het ook interessant is om hierin te investeren. Ik ben heel benieuwd wat deze AI daarop te zeggen heeft... ...maar eerst mijn eerste indruk... Ik volg AI al wat langer. En ik heb een tijdje geleden. En AI eens een blog laten schrijven over Bitcoin. Nou, die blog heb ik gelijk in de vuilnisbak gegooid. Omdat die AI er eigenlijk gewoon één grote puinhoop van maakte. En eigenlijk gewoon allerlei dingen over het internet. Bij elkaar naar mijn idee raapte. En dat in een blogje zette. En dat was gewoon compleet foutief. Nu weet ik niet. Als ik een AI dat soort vragen ga stellen, wat er dan uitkomt. We gaan dadelijk kijken als we het hebben over investeren. wat voor dingen die dan gaat zeggen. Maar tot nu toe ben ik best redelijk onder de indruk. over wat dit ding kan. Hij kan in ieder geval zeggen. wat hij zelf is. en wat hij zelf momenteel kan. Dus mijn eerste indruk is best nog wel redelijk goed. Wat kunnen AI's in de toekomst? AI kan in de toekomst. een aantal zaken realiseren, zoals automatisering van taken. AI kan taken automatiseren die nu door mensen uitgevoerd worden, zoals administratie, boekhouding en klantenservice. Twee, verbetering van de gezondheidszorg. AI kan worden gebruikt om patiëntendossiers te analyseren, diagnoses te stellen en behandelingopties te adviseren. Ze kunnen de veiligheid gaan verbeteren als het gaat om het analyseren van verkeersbewegingen, het voorspellen en het bijdragen aan het verminderen van verkeersongelukken. Vier, verbetering van productiviteit. AI kan worden gebruikt om efficiënte en snellere beslissingen te nemen, wat kan bijdragen aan het verhogen van de productiviteit. 5. Verbeteren van kwaliteit van leven. AI kan worden gebruikt om persoonlijke assistenten te creëren die mensen helpen bij dagelijkse taken. Verbetering van het onderwijs. AI kan worden gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij hun studie. 7. Verbetering van de milieusituatie. AI kan worden gebruikt om gegevens over milieuproblemen te analyseren en te voorspellen. Dan ga ik de AI nu een aantal dingen vragen over nadelen en gevaren en zo. Wat zijn de nadelen van AI? 1. Mogelijk verlies van banen. AI kan taken overnemen die voorheen door mensen werden gedaan, waardoor werkelijkheid kan toenemen. Onvoorspelbaarheid. AI-systemen kunnen onvoorspelbare beslissingen nemen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en de samenleving. Nou, wat dat betreft is die in ieder geval wel eerlijk. Bias, AI-systemen kunnen geïnformeerd worden door onjuist of ongelijke data waardoor ze beslissingen kunnen nemen die discriminerend zijn. Dat vind ik wel interessant, want AI's worden natuurlijk door mensen gebouwd en uiteindelijk ja, komen er toch dan dingen van onszelf in die dingen terecht. Cyberveiligheid, AI-systemen kunnen een doelwit zijn voor cyberaanvallen en kwaadaardige en software. Afhankelijkheid, mensen kunnen afhankelijk worden van AI-systemen, waardoor ze minder vaardigheden ontwikkelen en niet in staat zijn om problemen op te lossen zonder de hulp van technologie. Dan ja, wil ik nu toch gaan kijken of deze AI ons ook kan helpen met investeren. Dus ik ga vragen of hij daar goede suggesties in heeft of hoe en wat. Beleggen in AI-bedrijven, dan zegt hij het volgende. Er zijn verschillende manieren om te beleggen in bedrijven die zich richten op AI. Een van de meest voorkomende manieren. Is door te investeren in aandelen van deze bedrijven. Hier zijn een paar opties. 1. Zoek naar individuele aandelen van AI-bedrijven die u interesseren en koop deze via een online broker. 2. Investeer in een Exchange Traded Fund-ETF die zich richt op bedrijven die actief zijn in de AI-sector. 3. Overweeg het investeren in een Venture Capital Fonds dat zich richt op start-ups in de AI-sector. Houd er wel rekening mee dat beleggen in AI bedrijven risico met zich meebrengt. Het is belangrijk om research te doen en te investeren in bedrijven met een solide track record en groeipotentie. Het is ook aan te raden om uw beleggingen te diversificeren en te investeren voor de lange termijn. Wat dat betreft ben ik best onder de indruk van dit antwoord. Dus laten we dan kijken of we ook met AI de diepte in kunnen gaan door in te zoomen op. De ETF's. Welke ETF's richten zich op AI-bedrijven? Er zijn verschillende ETF's die zich richten op bedrijven die actief zijn in de AI-sector, zoals GlobalX Robotics and Artificial Intelligence ETF, First Trust AI Global Artificial Intelligence ETF, GlobalX Internet of Things ETF, iShares Involved US Technology en Invesco Global AI ETF. Dan geeft hij weer een waarschuwing: houd er rekening mee dat dit een selectie is van beschikbare ETF's en dat er andere opties zijn die zich richten op AI bedrijven. Het is aanbevolen om onderzoek te doen en te overleggen met een financieel adviseur voordat u een beslissing neemt over welke ETF het beste bij u past. Ook dat vind ik weer, ja, toch wel weer goed dat hij dat erbij zegt. Dus ja, mijn algehele indruk is dat ik eigenlijk best wel redelijk enthousiast wordt van deze AI omdat hij echt wel beter is dan ik had verwacht en ook een stuk beter is dan de AI's die we de loop der jaren voorbij hebben zien komen. Hij geeft ook op het gebied van investeren geeft hij dus best wel aardige opties aan. Hij geeft waarschuwingen over de risico's. Hij is ja, ook als ik vraag over nadelen is hij eerlijk over zichzelf dat AI ook zeker een hoop bedreigingen heeft. Dus kortom ja, mijn eerste indruk is eigenlijk best wel positief. En tegelijkertijd ben ik ook wel redelijk kritisch over de gevaren van AI's. Ik denk dat we daar best wel met z'n allen goed op moeten letten dat dit niet de verkeerde kant om gaat. Omdat, ja, stel een AI bedenkt dat de mensheid een probleem is voor een bepaald plan wat de AI heeft. En besluit om ons uit te wipen. Ja, dan krijg je misschien een beetje een science fiction scenario. Maar als AI's beter zijn dan ons, dan heb je kans dat dat soort dingen wel kunnen gebeuren natuurlijk. Voor nu ja, was dit dus de eerste video die ik onvoorbereid heb gedaan... en eigenlijk een AI al het werk qua informatie heb laten doen. Ik heb alleen alles voorgelezen. Dus ja, laat even weten wat je daarvan vond, wat je van AI's vindt... en mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het natuurlijk ook weten... hier beneden in de comment section. Voor nu zijn we aan het einde van deze video. Vond je het interessant? Like deze video even en abonneer je even op mijn kanaal. En dan bedank ik je voor het afkijken van deze video. En zie ik je heel graag terug in de volgende video.